Welkom bij de vierde opdracht van Processing. In deze tutorial gaan we verder met opdracht 3. En wat hebben we in opdracht 3 gedaan? Wij hebben een aantal ballen over het scherm laten bewegen. In deze tutorial gaan we proberen of we daar een spelletje van kunnen maken: wie het snelst en met de meeste punten al die ballen weg kan klikken. Nog eventjes terug. We hebben hier weer het programma in drie delen. Bovenaan hebben we de zaken. Die bepaald zijn. Wat is de x? Een reeks van x'en, reeks van y'en. De veranderingen hebben we hier aangegeven. En het aantal ballen wat in het veld staat, staat hier. Dan hebben we de void setup. De zaken die in één keer bepaald worden. Waaronder de grootte van het veld. Die kun je natuurlijk zelf anders hebben. En wat er met die ballen die we hier bepaald hebben moet gaan gebeuren. Dat staat hier allemaal. Dat ze in een willekeurig tempo en een willekeurige plaats zitten. Dat hebben we met de random gedaan. En we zijn daarna naar de Void Draw gegaan. En daar hebben we de achtergrondkleur ingevuld. De kleur van de balletjes. En we hebben bekeken wat de rand van het balletje moet zijn. En dan hebben we hieronder nog aangegeven wat er allemaal moet gebeuren met die balletjes. Nu willen we deze balletjes gaan wegklikken met onze muis. Nou, daarvoor moeten we iets weten van hoe een muis werkt. En hoe we dit weg kunnen klikken. Dus nu behandel ik eerst even een stukje over hoe je de muis moet programmeren. En dat doe ik niet in dit hele grote programma, want dan raak je misschien een beetje de weg kwijt. We zullen aan het eind wat uit het nieuwe programmaatje kopiëren en dan hierin zetten. volgende stukje mag je dus nadoen. Als je dat wilt doen, maak dan een nieuw bestandje binnen Processing. Maar je mag het ook even volgen. Probeer dan te begrijpen wat er voorgedaan wordt. Als eerste gebruik ik even dit stukje programma. Ik heb hier weer hetzelfde stukje ingezet. als in ieder programma. Een Void Setup en een Void Draw. Een heel simpel programmaatje. Dus hierboven heb ik niks gezet. Misschien valt het je op dat ik de background naar boven heb gezet. Naar de setup. En je weet nog uit de eerste tutorial. dat dan alles wat er gemaakt wordt. bovenop dat scherm komt te staan. zodat je het blijft zien. En ik heb een nieuwe Void ingevoerd. In dit geval de. Mouse pressed. Dus muis ingedrukt. Natuurlijk weer twee haakjes en een opening, en aan het eind een sluiting. En daartussen heb ik een commando gegeven wat we nog niet eerder hebben gebruikt: print line. En line kort hij dan af in ln. Dan tussen twee aanhalingstekens wat hij moet afdrukken. Plus dat hij de positie van de muis op de x en de muis op de y moet aangeven. Daartussen moet hij nog iets aangeven, namelijk een leeg stukje tekst. Dat lege stukje tekst doe ik om. De X-positie van de muis en de y-positie van de muis even uit elkaar te halen. Dan zul je zeggen van printen. Ik hoef toch niks te printen. Ik heb geen printer nodig. Nee, dat klopt. Print line. Dat zet hij hieronder neer. Dan kun je kijken in een programma wat hij zou doen zonder het hele programma te moeten uitvoeren. Als ik hier op uitvoeren druk, zie je dat ik een veld heb van 500 bij 500. De achtergrond zit helemaal geen licht in, dus is helemaal donker, is zwart, is 0 en hier staat: for mouse pressed. Als ik op mijn muis druk, dan moet hij printen hier dus druk, dubbele punt de positie van de muis. Nou moet ik natuurlijk wel drukken in het veld. Als ik hier druk, ergens precies in het midden, dan zie je dat ik hier heb gekregen druk 24924 34. Nou, ergens in het midden, dat klopt wel zo ongeveer. Hij is 500 breed 500 diep. Dus ergens in het midden moet rond de 250 liggen. Ga ik bovenaan in het begin staan, zullen de hele lage getallen zijn. Ga ik hier staan, zullen het hoge getallen zijn. Hier kun je dus mee de plaats van je muis bepalen. De computer snapt dat jij in het veld op die plek klikt. Dat is dadelijk van belang. Deze kunnen we wegdoen. En deze. Ik haal het tweede programmaatje erbij. Hier heb ik hetzelfde staan. Nog steeds de mouse pressed. Maar ik heb hier iets anders bij gemaakt. Ik heb hier namelijk in plaats van dat ik hier iets neerzet. Heb ik een soort tekenprogrammaatje gemaakt. Want hij maakt nou als ik op de muis druk. Dan maakt hij een ellips met deze kleuren. Welke kleur dat gaat worden dat weet ik niet. Want ik heb bij de kleuren steeds gezegd van. Nou kies maar wat uit de kleuren rood tussen. En de 255. Dus alle soorten rood licht. Kies maar wat uit alle kleuren groen licht. Kies maar wat uit alle kleuren blauw licht. En dan moet die maken een rondje. Waar die klikt? De muis x, de muis y. Dat hebben we net gezien. En dan een rondje van 30 bij 30. Als ik dit uitvoer, krijgen we weer het zwarte vlakje. Niks te zien. Maar als ik daarop klik, zie je dat ik een aantal ballen krijg die steeds een andere kleur hebben. Soms dezelfde kleur natuurlijk, want het is willekeurig. Ik kan heel lang doorklikken voordat ik eindelijk eens bijvoorbeeld een wat donkerder blauw krijg. Hé, hey, hier heb ik hem. Nu zijn er bij de muis, pressed, je zou ook kunnen zeggen muis moved. Nu krijg ik iets anders. Ik klik niet op mijn muis, maar ik beweeg hem. We gaan dit even uitvoeren. Als ik nu over het scherm ga dan zie je als ik langzaam over het scherm ga dat er steeds een balletje bij komt als ik iets sneller over het scherm ga dan krijgen we dit nog sneller snel en, hoe sneller ik over het scherm ga, hoe verder die balletjes uit elkaar komen te zitten. Dat zie je in deze lijn. Hoe langzamer ik ga, hoe dichter ze bij elkaar zitten. Nou, hiervoor heb ik ook de background in de void setup gezet. Zodat alle balletjes blijven staan, want anders zie je dit effect niet. Je zou hier dus mee een tekenprogrammaatje kunnen maken. En zo dit hele veld vullen. Dit blijft wel allemaal achter elkaar, dus is niet zo heel fijn. Als ik dat move nou eens in dragged... Verander en ik probeer dit uit. Dan ga ik over het scherm en zie je dat er niks gebeurt. Maar drag betekent dat je je muisknop ingedrukt moet hebben. Zo krijg ik een stukje. En zo zou ik op een hele snelle manier, als ik een beetje goed kon tekenen, mijn naam kunnen schrijven. We gaan naar het, weer het volgende programma. Ik haal deze weer weg. En ik haal programma 3 erbij. In dit programma heb ik het volgende gedaan. Ik heb een bal bepaald. Eén bal. Om, dit is alleen maar om, de, om het uit te leggen. Dus dan kan ik dat beste met één bal doen. En niet met 50 bewegende balletjes. Dan wordt het heel lastig. Ik heb de background ook in draw gezet. Dan zou ik hem hier ook weg kunnen halen, overigens. Blijft gewoon zwart. Maar iedere keer als ik iets geklikt heb of getekend heb, dan komt er weer een background. Round overheen, dus gaat hij weer weg. En ik heb hieronder met de muis druk hè, Je hebt ook een muisklik, maar een klik betekent in en uit ge, uh, halen. Als we dadelijk een spelletje doen, dan kun je op het balletje klikken, ingedrukt houden, maar het balletje zal weer weg tegen die tijdijm los heb gelaten en dan zal die hem niet tellen, dus dan wordt het wel heel moeilijk. Dus we zullen alleen op het indrukken is al genoeg. Daaronder heb ik een programmaatje geschreven. Wat voor programmaatje heb ik daar geschreven? Nou, hoe moeten wij nou weten of we de bal raken? Of niet? Dat staat eigenlijk in dit programmaatje. Ik zal het programmaatje even uitvoeren en je ziet hier het programmaatje. Ik heb er een printline neergezet en de printline, wat doet die? Die gaat de distance, de afstand, tussen mijn muisklikken en het midden van het balletje bepalen. Dit staat hier allemaal. Ik heb een variabele gemaakt waar ik in de afstand aangeef en omdat het een oppervlakte heeft, krijg je hier SQRT, square root, en die afstand kan boven en onder de x zitten en links en rechts van de i ergens in dat gebied allemaal alles binnen dit rondje dus daar moeten we kijken of we daar in zitten het rondje is 30 we rekenen altijd vanuit het midden en als we tussen het midden en de rand is de afstand dus 15 dus hieronder zet ik als ik klik binnen de afstand 15 de afstand die is kleiner of gelijk aan 15 dan gaat mijn balletje van het scherm af want ik zet mijn balletje daar Neer op min 100, min 100. Nou, het scherm begint op 00 hierboven in de hoek, dus mijn balletje komt dan hier ergens te staan. Ja, en dan zie je hem niet meer. Dit is niet zo netjes, maar voor ons programma is dat prima uit te voeren, dus dat doen we dan ook. Ik zal het even laten zien en als het goed is, komt hieronder ook te staan wat we nou doen. Ik zal dit even iets groter maken zodat we iets meer zien. Als ik hier klik, dan zie ik dat de afstand tot het midden van het balletje 244,5 ongeveer is. De is een comma. Als ik hier klik, ben ik al wat dichterbij gekomen. Hij telt altijd van boven naar beneden. Ik zit op 140. Als ik hier zit, 58. Hier 32. Hier 22 en nog steeds is mijn balletje niet weg. Als ik hier klik, dan zit ik op 3,5 en mijn balletje is weg. Want 3,5 is kleiner of gelijk aan 15. Zo kun je in je spelletje een balletje laten verdwijnen. We kunnen nu één balletje weghalen, maar in het volgende programmaatje heb ik wat reeksen toegevoegd. Dit hebben we ook al eerder gedaan. Ik heb dus in plaats van één bal een reeks ballen. Daarvoor hebben we de haakjes weer voor de x gezet, de vierkante haakjes. En ik heb een reeksballen gemaakt. Als ik hier een reeks maak, moet ik natuurlijk hier ook weer onze instellingen gaan wijzigen. Voor iedere i, dus de index op de rij, moet ik dan een bepaalde waarde krijgen. I0 was deze. Deze eerste tot en met i kleiner dan 3. Dus 1, 2, ja 3 staat er niet op. Dus kleiner dan 3. En hij begint steeds bij de 0 en doet er dan eentje bij. Totdat hij bij het aantal is kleiner dan 3 is 2. Steeds een cirkeltje maken op die plek. 100, 100, 200, 100, 300, 100. Ook hier bij het indrukken van de muis krijg je datzelfde commando voor iedere i enzovoort. Het tweede deel moet je even overslaan, want daar zullen we het zo over hebben. En de rest van het programma ziet. Er nog precies hetzelfde uit. Behalve dan dat ik bij iedere x en y een i tussen haakjes heb gezet. Dat moet ik hier doen, hier doen, hier doen, hier doen, hier doen, hier doen. Dan heb ik hier ook nog iets staan wat ik eigenlijk dadelijk pas wil behandelen. Dus ik zet er nou nog eventjes twee schuine strepen voor, zodat break nog niet in het programmaatje zit. Ik voer het programmaatje uit. En je ziet dat er drie ballen naast elkaar zijn gaan. Eén op 100, 100, 200, 100, 300 100. En we weten als we ernaast klikken, dan gebeurt er niks. Als we erop klikken. Gaat hij weg? Want hij zit dichter dan 15 in de buurt van het midden van het balletje. Op zich een mooi programmaatje. Want daar kunnen we alle balletjes mee wegklikken. Er zijn eigenlijk nog twee zaken waar we dan naar moeten kijken om dit goed te krijgen. En dat kun je pas zien als je dit even verandert. Ik zet deze ballen van 200 en 300. Die daar maak ik even een kleiner aantal van. Ik maak daar 110, 120 van. Als ik nu de ballen laat zien, dan zie je ze dat ze over elkaar heen zijn. Nou, in ons filmpje wat we normaal draaien. Deze even draaien. Zie je dat er vaak ballen over elkaar heen vallen. Als we die wegklikken, dan moeten we dat wel op de goede manier doen. Er moet steeds het balletje wat we zien. Dat moeten we wegklikken. Als ik weer terug ga naar mijn plaatje met de drie balletjes over elkaar. En ik klik hier ergens middenin. Dan zie je dat er ineens twee balletjes verdwijnen. En ik kan het zelfs, als ik het heel goed bekijk, kan ik binnen het derde balletje, bovenste balletje. Helemaal in de hoek gaan staan. En ik klik, dan zie je dat er ineens drie verdwijnen. Nou, wij willen ze per stuk laten verdwijnen. En dat betekent eigenlijk dat we hier, iedere keer als we klikken, even de loop, hè, het steeds doordraaien van dit stukje, dat we die moeten onderbreken. Nou, en dat kunnen we met commando break doen. Als ik deze hier weghaal, ik ga nog een keer kijken naar wat ik hier heb. En ik klik hier, dan zie je dat er maar één verdwijnt. Er verdwijnt er nog één. En nou verdwijnt er een andere. Dus je moet echt drie keer klikken om drie balletjes weg te halen. Dat is mooier in onze opdracht. Maar ik klik op de de bovenste, die wil ik eigenlijk laten verdwijnen. Ik klik en de achterste die gaat weg. Ik klik nog een keer, nog een keer de achterste en dan pas de bovenste. Dat hoeft niet per se vervelend te zijn in je programma, wat maakt het uit of je de eerste of de laatste weghaalt. Maar in sommige programma's wil je misschien dat hij per se die voorste wil weghalen. Waarom haalt hij nou die achterste weg? Dat komt omdat hij steeds dit in een loopje doet en hij gaat eerst eens kijken naar die, dan naar die, dan naar die, dan weer naar, naar die, naar die, naar die. Naar die, naar die. Zo gaat hij naar voren. Dus als als die hier iets haakt, zal die ook bij de eerste die binnen dat gebied valt, die zal die weghalen. En hij wordt natuurlijk van onder naar boven, wordt het programmaatje uitgeschreven. Daar kunnen we iets aan veranderen. En dat heb ik hier al gedaan. En je ziet hier, in plaats van int i is 0, i is kleiner dan 3 en dan steeds 1 erbij, heb ik hier als alternatief geschreven, i is 2, dat is die. Eentje eraf, dat is die. Eentje eraf, dat is die. En dan is die groter of gelijk aan 0. Dus eigenlijk tekent die. Nou, iedere keer vanaf deze kant alle balletjes. En dat betekent dat jouw bovenste balletje als eerste wordt getekend. En dus ook als eerste wordt weggehaald. Dus als ik deze even weghaal en ik zal hier die twee strepen voorzetten. zodat deze niet meedoet. dan kunnen we nog een keer kijken. We zien de drie balletjes op een rij. Als ik nu aan de rand van het bovenste balletje klik. gaat ook echt het bovenste balletje weg. Nu hebben we alle voorbereidingen gemaakt voor ons muisprogrammaatje. We gaan dit. Deel wat we hier in muis 4 hebben, gaan we overzetten naar ons eigen programma. Deze hebben we niet nodig, dus die kunnen we weghalen. En dan kunnen we dit hele programma selecteren: het hele gedeelte van de muis kopiëren en helemaal onder in ons programma zetten. V. En zo staat ons deel van de muis in het programma wat we al hadden bij opdracht 3. Dit ga ik eerst even opslaan als. Stand opslaan als. En opdracht 4 noemen. Zorg dat hij weer op het juiste plekje staat. Zodat ik hem als de volgende opdracht ook echt opsla. We moeten nog een paar dingen aanpassen voordat we een spelletje kunnen spelen. Daarvoor gaan we eerst hier het aantal ballen aanpassen. Hij staat nu op die drie ballen van net. 0, 1 en 2. Dit veranderen we. In number of bowls die we hadden. Maar nu moeten we min 1 doen omdat we anders te veel ballen aangeven, omdat hij altijd de 0 meerekent, zal die in dit geval, als je we het aantal nummer balls hebben op 50 gezet boven, zal die ook nummer 50 uit de index mee willen rekenen. En die bestaat niet. In de indexreeks hebben we er maar 49. Nou is 49 heel veel. Dus wat ik ook ga veranderen voor het gemak is 50 even veranderen naar 10. Zodat we wat meer overzicht hebben. Dan kun je op uitvoeren drukken en daar is die. En we kunnen kijken of we balletjes weg kunnen spelen. Ik ben daar niet goed in. Maar je ziet dat ik balletjes wegspeel. Als ik hier slecht in ben, of mijn muis is slecht of mijn computer wil niet meewerken, nooit jezelf de schuld geven, dan kun je een aantal dingen kun je veranderen. Je zou bijvoorbeeld bij de delta x, dus de snelheid van de balletjes, hier in plaats van min 5 ook min 3 kunnen maken. En hier ook min 3. En de positieve snelheid ook naar 3 en naar 3. Dan gaan de balletjes over het scherm gaan wat langzamer. Dus zijn ze wat makkelijker te scoren. Dat is één methode. Je kunt natuurlijk ook zeggen van, nou, als ik nu kijk, ik heb hier een distance van 15. Dus ik moet op 15 afronden. Ik moet wel erg precies in het randje zitten. Als ik hier dit getal net iets groter maak, dus ik maak er hier 25 van. Dat betekent dat jouw totale programma ook iets meer, iets groter kan zijn. Want je kunt er net naast klikken en dan doet hij het ook. Nou, dat is... Uh, je ziet dat ik er al een stuk sneller in ben. De balletjes zijn trager en ik mag er iets meer naast klikken. Dit is een van de zaken waarmee je kunt spelen en waarmee je moeilijker en makkelijker spelletjes kunt maken. Succes met het maken van jouw eerste spelletje.